Hallo, wat leuk dat jullie allemaal weer kijken naar deze gloednieuwe vlog. Mijn naam is Brits Troek en Arno die loopt hier voorop. We zitten vandaag nog steeds in Oostenrijk en wij gaan zo even raften. Voordat we dat gaan doen, de fiets terugbrengen. Ja, de fiets terugbrengen. Doei fiets. Nou, een fiets huren in Oostenrijk is dus een echte aanrader, want we konden steeds van A naar B op de fiets. En nu moeten we een heel groot stuk lopen, want we hebben geen fiets meer en we missen onze fiets nu al. We zitten nu bij het rafding en ik heb lekker een kop koffie gekregen. Anne wilde niet, maar ik wou wel. Ik vind koffie heel erg lekker. Kijk, dit is dan de achterkant van zo'n boot. Als je hem dan omdraait, dan is het de boot zelf. Even een handtekening zetten voor het geval we, een ongeluk krijgen. Helm gekregen en een pak. Krijgen we nu ook nog schoenen, dus dat wordt heel leuk. Ik voel me zo net een rups. We zijn er helemaal klaar voor. Best moeilijk allemaal. Ik vind dit allemaal erg moeilijk, jezelf aankleden. We zitten in een busje. Kijk, dit is onze boot. Heel veel zin in. We gaan nu even in het water zwemmen. Het schijnt heel erg koud te zijn. Loser, loser, loser. Gaat vast. Leukste rafttour. Stop. Nou, we hebben het overleefd. Ik heb wel spierpijn nu al aan, maar niet. Maar ik wel. Mijn buikspieren, mijn armen, mijn benen. Alles. Ik kan niet meer lopen. Maar... Kijk, dit is dus mega handig hier geregeld. Want als je dan een hond hebt, hier zo een zakje pakken. Nou, dan kun je dit zo een zakje pakken. Kun je zo een zakje pakken. En dan kun je daar die hondenrol in doen. En dan kun je hem weggooien. Er worden alle hondenrollen opgeruimd. We zitten nu in de wolken, lijkt wel. We zitten ergens op een berg en we zijn weer lekker aan het eten. Het eten komt er nu aan en het drinken ook. Als je goed kijkt, dan zie je daar ook allemaal bergen. Hey, super mooie berg. Dit is nou een schnitzel. Dit is nou een keizersmade of zo. Dit is appelmoes. We lopen weer even een berg op. Het is heel zwaar. Heel warm. En we hebben net heel veel gegeten, dus dat maakt nog even iets zwaarder. Maar kijk, wel erg mooie bergen allemaal weer. We moeten dus steeds deze. We moeten dus steeds deze Zwitserse vlag rollen. En dan komen we bij waar we moeten zijn. We waren dus net even aan het kijken naar dit hert. Het is trouwens een nephert. Oeh, hij is ook een beetje slag. En toen vond ik post. Oh, this is part of an official game. Please do not remove. Ik dacht een leuke brief voor mij, maar dat is het niet. Een vuil buik op deze schommel. Stoel. Ja. Ja. Erg leuk. En kijk eens wat een mooie berg. Deze, wij zijn er even in gaan zitten, maar deze schommel die staat nu op instorten, denk ik. Want dit geluid is niet goed. Ik ben hem ook wel even in, de schommel. Ik kan niet helemaal door. Oh, ah, nee. Ben dan ga je daarop halen. Nou, ik kom niet meer rechtop. Waar ben ik verrast? Zo. We zitten op een schommel. Bril op. Dat is een mooie muziek. Ja, erg goed. En als je nou allemaal bloemen gaat plukken, zo. Kijk, dan ben je net als Heidi. Want ik ben ook in Oostenrijk. En Heidi die komt ook uit Oostenrijk. Dus nu ben ik net Heidi. We gaan zo even in een 5D bioscoop achtbaan ding. We mogen er bijna in. Nou, dit is hem. Hier gaan wij zo ook in. Oeh, we zitten in een achtbaan. Deze achtbaan beweegt. Zijn jullie behind? Ja, dat is wel een camera. Wow, we vliegen. Het lijkt net alsof we vliegen, maar eigenlijk zitten we gewoon in
bank. Oh, die geniet van onderuit, hè. Oh! Oh, dat is echt niet lekker. Kijk, dat ding vliegt. Dit is echt heel erg leuk. Oh, we gaan er allemaal lava in. Oh, wow. Helemaal rood. Ja, het is mooi geweest. Oh, een kekschildpad. Hehe. Oeh. Zo, dit waren erg lange 10 minuten. Het was niet echt lekker. Maar het was wel erg leuk. Wij hebben het heel erg warm. We gingen dus net met de bus. En we gingen ook gisteren of zo met de bus. En toen, we krijgen gewoon steeds gratis ritjes. Nou, we liggen nu dus weer even op bed, want het was een hele zware dag. We moesten allemaal dingen doen. We gaan weer even de kaart bekijken. Dit is nou lekker, want dit is tomaat en kaas in sla en dat is allemaal erg lekker. En hier hebben we ook nog een man met brood met allemaal muggen, maar dat maakt niet uit, want dit is erg lekker. Nou, Anne heeft ook eten gekregen. Lekkere carpaccio met brood. Er zitten nou 1000 muggen hier. Dit is nou ijs. Dit is nog meer ijs. Nou, geloof het of niet, maar we kwamen net gewoon weer een paar van het Amsterdam tegen. Het was echt zo, hey, hey. Toen zeiden ze dus. Wij blijven hier een week. Toen zeiden wij, we gaan morgen weg. Nou, dat was het. Het was een goed gesprek. We zijn nu dus naar ons ding aan het teruglopen. En Ando is lang in het donker. Dus moeten we nu ook met een zaklamp op mijn telefoon moet ik gaan lopen. En we moeten ook erg snel lopen, want anders is het straks pikken donker. Dat is het trouwens al. We zijn er trouwens nog lang niet. Nou, we zijn veilig in de kamer aangekomen. En veilig? Het was gewoon erg leuk. Maar toen moesten we rennen en toen had ik het heel erg warm. En nu zijn we ook in de kamer. En deze kamer is nog veel warmer, want het was vandaag gewoon een warme dag. En nu weet ik niet wat ik moet doen. Vind ik leuke en abonneren en tot de volgende keer. Nou, dat hoeft ook niet trouwens. Kijk maar wat je doet.